Zondagmiddag, rond de klok van 3:30, dus tijd voor het seniorenjournaal. Wat hebben we vandaag voor u verzameld? Nijkamphoeven opende met trots hun nieuwe theehuisje. Ik moet zelf inderdaad op. Nou, we staan hier bij de Nijkamphoeven en vandaag onthullen ze hun trotste bezit, het nieuwe theehuisje. Hoe blij zijn jullie met dit nieuwe pandje? Nou, geweldig. Het is, we zijn bij de 3 jaar over gedaan om de fondsen te verwerven. En niet alleen fondsen, maar als je een nieuw gebouwtje hebt, moet je ook weer aan vrijwilligers komen. Maar we zijn super trots op die mensen, die ook onze eigen vrijwilligers, die het afgebouwd hebben. Ja, wat ik zo leuk vond, Veen Hallen, jullie is een heel klein schattig hokje. Er konden net 3 mensen in, maar als ze ademhaalden was het vol. Ja, ja, dan viel het ook uit elkaar. Maar dat was zo en dat had zijn charme. Een aantal van die ouderen, niet, heb ik het niet over de leeftijd, maar die oudere medewerkers die er altijd in gewerkt hebben, die moeten wel even wennen aan dit nieuwe theehuis, want er zit gelijk een huiskamer aan. Een invalide toilet erin. Het kan nogal wat meer mensen herbergen. Ze zijn, denk ik, heel snel gewend en dan wordt het oude huisje afgebroken. Beste aanwezigen. Wij zijn blij dat jullie in zo'n grote getale gekomen zijn. En niet, en dan zeg ik jullie, maar jullie zijn eigenlijk de belangrijkste van deze boerderij. Maar er is toch nog één iemand ietsje belangrijker. En dat is de burgemeester. Speciaal voor deze gelegenheid een ketting omgedaan. Dus ik bedoel, niet zomaar. Ik heet u van harte welkom. Namens ook het bestuur. En we zijn echt vergroot met uw komst. Wat gaan jullie allemaal in dit huis allemaal doen? We hebben het eigenlijk neergezet om 2 redenen. We wilden meer eigen geld genereren. Dat is dus doordat er meer mensen in kunnen en ook buiten kunnen zitten, is dat een logisch gevolg. In juli 2012 was de overdracht van deze boerderij. Dat is alweer bijna 7 jaar geleden. Het is ondertussen, mag ik wel zeggen, een begrip in Eskamp Lozijn. We hebben ruim 100 vrijwilligers en in 2016 was het 40-jarig bestaan. En dat was tevens de start van de ontwikkeling van dit theehuis. Het allerbelangrijkste is dat we onze educatieve lessen, die we ook aan de scholen gaven, dat door het klimaat soms naar binnen gevlucht moest worden. Dan zaten ze met 30 kinderen in die boerderij en dat was het natuurlijk niet. Dus we gaan die lessen, die gaan er meer gebruik van maken. We hebben een samenwerkingsverband met 2 samen. Die komen met sommige kinderdagverblijven hier naartoe en kunnen dus ook daar gebruik van maken. We gaan dus meer nog aan educatie doen. Want dit theehuis is echt een aanwinst voor de Nijkamphoeven en daarmee eigenlijk voor de hele buurt. Want de Nijkamphoeven is echt met recht een buurtboerderij van en voor de buurt. En dat is niet zomaar zo. Dat kan alleen maar omdat u zich, zoals we hier staan, ontzettend daarvoor inzet. Heel veel vrijwilligers zorgen dat het hier goed ruilt en zaait. En ja, er kunnen kleine vergaderingetjes in plaatsvinden. Een vereniging wat uit de buurt wat wil. Het wordt dus echt een huiskamer voor de buurt. De Nijkamphoeven is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Maar het is ook een prima locatie om allerlei activiteiten te organiseren. En natuurlijk om van alles op te steken over de natuur. Ja, en ik weet, in het verleden hadden jullie wel eens ouderen van de verzorgingstehuis hier op visite. Dat klopt, ja. Die hebben eindelijk nu een plekje dus. Ja, die hebben nu ook een plek binnen. Die komen van niet alleen van de overkant, hè, van Houtenwijk, maar die komen ook van Florence. Het is een combinatie, dames en heren, die mij zeer aanspreekt. Plekken waar je elkaar kunt tegenkomen. En die zijn heel erg belangrijk in onze stad. De stad is immers veel meer dan wegen, gebouwen of verharde
Baden. De stad gaat in essentie over de mensen die er wonen. En ik ben dan ook echt trots dat wij dit mogen overhandigen. Ik heb Oema gevraagd me daarbij te helpen. En ik wens jullie heel veel plezier met name. En ook heel veel geluk hier op deze plek. Dank u wel. Kijk eens even. Daar word ik zelf even stil van. Nee, dankjewel. We gaan nu met de burgemeester de officiële opening doen. En ik dank jullie allemaal dat jullie hier naartoe gekomen zijn. Op het theehuis. Op de burgemeester. Oké. Kwartier. In 1938 kwamen mijn ouders vanuit Zoutkamp, Groningen, naar Den Haag. Ze vonden een vierkamer benedenwoning met tuin in de Jan Wafstraat 90, waar ik werd geboren. Het was een moeilijke tijd. Het was oorlog, de familie was ver weg en mijn vader, die bij de politie werkte, had wisselende diensten. Als tragische omstandigheid kwam daarna bij dat mijn moeder overleed en werd begraven op haar 27ste verjaardag. Zo'n begrafenis gebeurde destijds met paard en wagen. In 1947 hertrouwde mijn vader. We bleven in de Jan Wafstraat wonen, waar nog vier dochters geboren werden. Mijn zus Marianne, met wie ik deze digiteel maak, is de middelste dochter. Het was wel passen en meten met die zeven personen in die kleine woning. Het huis werd verwarmd met een kolenkachel, waarvoor de kolenboer jaarlijks grote zakken met antraciet en eierkolen in het kolenhok in de tuin stortte. De as uit de kachel werd in de winter op gladde sneeuwplekken gestrooid. In de winter stond er een houten droogrek met de was om die kachel. Die was werd op zondagavond in een hele grote ketel in de keuken op het gas gezet, zodat er de volgende ochtend gelijk met wassen kon worden begonnen. Dat gebeurde meestal in de tuin, met een kopje koffie van de buurvrouw over de schutting. Onszelf wassen deden we aan de gootsteen in de keuken, met koud water. Maar op zaterdagavond gingen we in bad, in warm water, in een grote zinken tijl die in de winter voor de kachel in de kamer en in de rest van het jaar in de keuken werd gezet. Na twee kinderen werd het water vernieuwd. Later mochten we af en toe naar het badhuis. De naoorlogse jaren waren die van de wederopbouw. Er was weinig geld, dus er moest hard gewerkt worden. En dat gebeurde ook. Mijn moeder naaide alle kleren zelf. Ze breide ook, met wol die ze kreeg op de zegeltjes van de boter van Zeeuws Meisje. Kapotte sokken werden gestopt, ladders in kousen opgehaald in het kousenwinkeltje. Ze ging drie keer per week naar de markt, maar er kwamen ook veel leveranciers door de straat. Bakker, melkboer, groenteboer, schillenboer, scharensliep en ons hoogtepunt, op zondagmiddag de wagen van Jamin, waar we een ijsje mochten kopen. In de tuin hielden we kippen, voor de eieren natuurlijk, maar af en toe verdween er een in de pan. Als we niet in de tuin speelden, deden we dat in onze kinderrijke straat. Er was altijd wat te doen.
Tenten bouwen, tollen, diaboloën, badmintonen, springtouwen, knikkeren, landverovertje, rolschaatsen op het Jongbloedplein en in de winter sneeuwhutten bouwen en sneeuwballengevechten houden. We bonden ijzeren pannensponsen onder onze schoenen om niet uit te glijden. Op Oudejaarsavond mochten we met mijn vader naar de Gouverneurlaan om te kijken naar het vuurwerk. Maar er waren ook altijd vechtpartijen, tegen Loosduinen. Op Koninginnedag, 30 april, werd er altijd een straatfeest gehouden. Ik was dan verkleed als agent met de echte gummiknuppel van mijn vader, waarbij ik moest beloven dat ik er niet mee zou slaan. Ho ho, Wervie, dat moet in een speciale hondenpoepbak. Nee hoor, mag gewoon in de afvalbak. En waarom staan dan overal van die speciale bakken met zo'n schijtende hond erop? Dat is iets van de vorige eeuw. Nee, die bakken die zie je alleen maar bij hondenuitlaatplekken. Dat is gewoon puur natuur. Zie je het gras groeien dan waar er gekakt is? De Hondenpoep is schadelijk voor het milieu. U kunt de poep weggooien in een hondenpoepbak, afvalbak of de ondergrondse restafvalcontainer. Aldus denhaag.nl. Tijd voor een reportage van John Meijer. Welkom bij Jazz aan de Vliet, het maandelijkse jazzprogramma van Midvliet. Met informatie uit de jazzwereld, de uitagenda en veel live muziek. We zijn vandaag voor het eerst in het Golden Tulip Hotel. We hebben het genoemd Golden Tulip Zoetermeer Jazz Club. En Fascinating Jazz is daar het onderdeel van. En we deden altijd onze concerten in de Sniep. En dat is nu geworden dit hotel. En redenen om dat te doen is onder andere dat de zaal veel groter is. En we meer mensen kwijt kunnen. Maar belangrijker nog dat we niet zoveel mensen hoeven teleur te stellen. En dat moesten we in het verleden nog wel eens. En dat is jammer. Eerlijk gezegd heb ik geen verwachtingen. Ik ben ontzettend benieuwd en enthousiast. En dat wij dat hier mogen gaan hosten, heb ik heel veel zin in. Dus ik laat me graag verrassen. Eigenlijk is de hele zaal leeggehaald. En we hebben het podium laten doen. Dat heeft wel Gerhard zelf gedaan. En wij zorgen gewoon eigenlijk dat de gasten hier zich prima kunnen vermaken. Ja, wij zijn eigenlijk een 4-sterren hotel gelegen in Zoetermeer. We zijn nu volledig gerenoveerd. Wij richten ons meer op de zakelijke markt, maar we willen ook graag Zoetermeer in Zoetermeer blijven behouden, zeg maar. En daarmee gaan we nu wat meer het restaurant promoten. We hebben wat meer zeg maar, de lokale markt in Zoetermeer te behouden. Dat is eigenlijk waar ons doel nu ligt. Tijd, en dan praat ik over de jaren 70, was dit een bloeiende plek waar jazz werd gedaan, inderdaad. En Ted Easton met zijn band heeft hier zelfs platen opgenomen. Heeft hier gastsolistes gehad, zoals Beryl Bryden uit Engeland en zoveel meer. En dat was een best in die tijd een hele druk bezochte plek. Ja. Die tijd die komt nooit meer terug. Dat is zo'n fantastische tijd geweest, met ups en downs hoor, moet ik zeggen. Maar wij zijn in 1955 getrouwd
En toen zijn we dezelfde dag zijn we weggegaan en we zijn 14 jaar weggebleven. Ik ga allemaal liedjes zingen uit het American Songbook. Dus They Can't Take That Away From Me en The Shadow Of Your Smile. En allemaal zulke soort stukken die de mensen allemaal kennen die hier naartoe komen. En met wie begeleidt u? De pianist Dolf de Vries en Harry Emery Bas. Geen drums? Geen drums, nee. Jawel, ik werk met verschillende, verschillende bezettingen. Ik zing ook met big band. En dat vind ik ook leuk om gewoon zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de begeleiding. Maar mijn favoriete zangeres is Gretje Kouven. Ja, dat is echt wel. Heerlijke zangeres, ja. En ze is al een beetje op leeftijd, dus ze zingt niet zo vaak meer. Hè? Maar ik heb heel veel herinneringen aan de jazzmuziek eigenlijk. Hè. Ik heb ook heel veel platen van mijn man nog thuis. Daar kan ik nog steeds van genieten natuurlijk. Ja. Maar er is hier in der tijd ook een plaats opgenomen, zegt u? Ja, dat zeg ik, ja. En wat voor muziek? Dat was natuurlijk ook jazz, maar in een grote bezetting? Of... Ja, met zijn hele orkest. En toen heeft hij dus die plaat uitgegeven. En op de achterkant van de hoes staan al de namen van de mensen die in de zaal zaten. Ja, wat weet je van Gretje? Wat ken je van haar? Ik ken van haar dat zij een hele mooie, prachtige, heese stem heeft. Wat mij heel erg aanspreekt. Wat ik van Gretje geweldig vind is dat ze de liedjes heel klein kan zingen. En dat is heel bijzonder. Heel warm. Gretje is qua karakter een ontzettend lieve vrouw. En voor mij... Ja, is het toch de Lady of Jazz. Je ziet dat Zoetermeer steeds meer een jazzstad gaat worden, met name door jullie inspanning. En inderdaad, we zitten nu een maatje groot en meteen alweer uitverkocht. Nou, dat zegt wel iets over wat je hier neerzet. Dus complimenten daarvoor. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Don't you worry, we're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say, but let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is simply hold your horses. To rush would be a crime. Nice and easy does it every time. Every time.
begrepen dat u dit jaar 60 jaar in het vak bent. Hoe gaat u dat vieren? Nou, ik heb net een nieuwe cd gemaakt. En die komt 1 februari uit. Dus 1 februari was de dag dat ik echt begon als beroepszangeres in 57. Bij de Sky Masters. Voor de AVRO. En dus met die cd. En dan met verschillende... Het hele jaar door concerten. Dus niet één speciaal... een speciale avond, maar gewoon het hele jaar door. Ik ben echt wel een fan van Gretje Kouwveld. Het is een van de weinige van mijn luidjes van vroeger die echt jazzy zingt ook. Ja. Want we hebben tegenwoordig een heleboel jazzzangeressen waarvan ik denk, nou, het woord jazz schiet mij niet te binnen. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. En u gaat ook nog naar het buitenland? Ja, buitenland. Ik zit sowieso ook heel regelmatig in Duitsland nog steeds. En dat blijft ook gewoon doorgaan, gelukkig. Ik ben nu mijn tour met Trio Malando aan het afmaken. Dat is deze maand nog een stuk of 4. Dan heb ik een tour in het Fletcher Hotels. En dat is dan weer met andere muzikanten. Ik heb net een contract getekend met Universal Music in Singapore. Er is een nieuwe cd uitgekomen. Die komt dus wereldwijd uit. En daar gaat dan natuurlijk een tour uitkomen. Ja, muziek houdt je gewoon jong. En ik vind het heerlijk om op te treden. Ik vind het heerlijk om te zingen. Ik vind het fantastisch om met hele goede muzikanten samen te werken. En dat is de grote inspiratiebron eigenlijk. We hebben volgende maand het trio met Isaline Callister en Ed Verhoef en Angelo Verploegen. Ja, in maart, het is natuurlijk altijd de eerste zondag van de maand. Dan hebben we Bernard Berghout. En nou niet met zijn grote band, maar in een kleinere bezetting. In april hebben we Jurjen Donkers, die ook met een leuke bezetting komt. Dat wordt nog uitgezocht wie dat worden, maar Jurjen Donkers komt in ieder geval. In mei Philip Paar, dat is een man die het Sinatra-gebeuren heel leuk doet. En we hebben in juni, dat is wel heel erg leuk, dat is iets anders. Dat is Tango Extremo. The shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams and light the dark. In 2014 een Edison gekregen, of een oeuvreprijs zelfs. Wat vond u daarvan? Nou, dat was een ontzettende grote verrassing. Ik was bij de uitzending van Bij Max. En toen werd ik net 75 en dat werd daar gevierd. En toen kwam aan het slot van de uitzending kwam Joke Bruis, die kwam aan mij uitreiken. Nou, ik was totaal sprakeloos, want daar had ik helemaal niet mee gerekend.
Ken je mij nog? Van wat zou verzinnen? Laat ze niet binnen. Ze hebben nou weer wat nieuws. Ze proberen ook via uw computer binnen te komen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld in Engels van... you have problems with the computer. Maar je hebt helemaal geen problems met de computer. Dus doe geen moeite om Engels te gaan spreken. Je moet gewoon de verbinding verbreken. Wat ze ook zeggen, wat ze ook doen, niet op reageren. Nooit, nooit doen. Onthouden, nooit doen. Het volgende gedicht heet Jongetje. En dit gedicht heb ik geschreven door één zin. Die had ik van iemand gehoord en die vond ik zo mooi. Dus daardoor is Jongetje ontstaan. Hier komt hij. Zijn mond staat open in een stille schreeuw. Hij lijkt een fossiel met een versteend leven. Verdwaald in zijn eigen duisternis. Hij is als een tijdreiziger die opgesloten zit in zijn tijdmachine. Niet aanwezig in het verleden en niet in het nu. Maar ergens, ergens in dat jongetje, in die ogen, woont nog iemand. Wachtend, ja wachtend. Misschien op het horen van het hart van het leven dat klopt. Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van deze aflevering. Zou u dit allemaal nog eens rustig terug willen kijken? Nou, dat kan. Via onze website. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.